Hey, welkom in een nieuwe video waarin ik je een update wil geven van wat er eigenlijk energetisch allemaal gaande is. Een aantal boodschappen die ik wil delen die ik doorgekregen heb van mijn gidsen. En een stukje ook geruststelling of nog wat extra informatie naar aanleiding van de vorige twee video's. Die eigenlijk een healing of een soort van informatieoverdracht, geen informatie maar energieoverdracht waren. En dat is eigenlijk energiewerk op een iets hoger level. Dus dat betekent dat het iets anders is dan wellicht de meeste meditaties en visualisaties die op dit moment beschikbaar zijn op het internet. En als je nog niet zo lang op het pad loopt van bewustwording, dan is dat heel normaal dat je het gevoel kan hebben dat die video's te snel gaan. Zelf ervaar ik het omgekeerde als ik naar video's kijk van andere mensen bijvoorbeeld, die op een ander punt zitten in het, op het pad van bewustwording, dat eigenlijk dat voor mij te traag gaat. Dus het is heel goed mogelijk dat een aantal zaken, een aantal video's van mij online komen die niet resoneren of dat die op dit moment nog wat te vroeg zijn voor jou, dat is geen probleem. Of als je niet altijd gebeurt, niet goed begrijpt wat er gebeurt, dan ook dat is dat geen probleem, want het is eigenlijk het ego die alles wil begrijpen. Begrijpen vanuit, en zeker wat er met al de dingen die nu ook collectief aan de hand zijn, begrijpen omdat eigenlijk ons ego zoveel mogelijk controle wil houden en denkt dat we voor van alles en nogal moeten beschermd worden. Nu, ongeacht op welke manier dat je die vorige twee video's ervaart, op zich maakt het niet zoveel uit, want wat gebeurt er als je een meditatie of een visualisatie of een healing ontvangt op dergelijke manier, of je woont het gewoon bij iemand anders in groep bijvoorbeeld. Soms gebeurt het ook vaak dat je in slaap valt, waardoor je zou denken dat je eigenlijk de helft gemist hebt, maar dat is niet zo. En dus ook hier is hetzelfde, als je het gevoel hebt dat de video's te snel gaan of je begrijpt niet alles, dat maakt op zich niet zoveel uit, omdat jouw gidsen, je hogere zelf en je ziel wel oppikken waarover dat het gaat. En in de video's, de laatste twee video's die ik heb opgenomen, zitten er ook een aantal codes in. En die codes worden ook getriggerd door de zaken die gezegd worden. Dus de codes die moeten geactiveerd worden, op dat moment, die worden ook geactiveerd, ongeacht of je zelf ervan bewust bent of niet. Er gebeurt zoveel op energetisch niveau dat we eigenlijk niet zien, maar dat we eigenlijk dat we later pas merken aan onze ontwikkeling of aan de manier waarop we anders gaan denken, dat we meer gaan voelen. En dat is eigenlijk net het stukje, het verschil tussen de 3D en de 5D. In deze tijd merk je ook dat, dat we eigenlijk de energetische blauwdruk van de 3D-wereld aan het loslaten zijn. Dus eigenlijk de twee kaders, de twee, zou ik het vergelijken, als twee werelden, twee aardes eigenlijk, energetische aardes, ene uit de 3D-wereld en andere uit de 5D-wereld, zijn eigenlijk aan het botsen met elkaar. Die zijn eigenlijk aan het, in elkaars energieveld aan het komen, waardoor natuurlijk door die wrijving wordt tussen die beide bewustzijnsniveaus, want het zijn eigenlijk zaken die gebeuren op energetisch vlak, worden we eigenlijk collectief allemaal getriggerd. Nu, zelf hoorde ik van mijn gidsen dat hetgeen wat we nu meemaken, vooral angsten in het collectieve bewustzijn triggeren. Waaronder één herinnering uit de tijd van Lemurië. En voor de mensen die dat niet weten, Lemurië is een gouden beschaving die zoveel miljoenen jaren geleden hier op aarde bestond. Samen met Atlantis is er ook één van. Maar door misbruik van Lemurië, de vrouwelijke energie dan vooral, en een dispuut met Atlantis, kwam eigenlijk Lemurië te val en is eigenlijk het continent gezonken. Dat is een korte versie van het verhaal. Nu, waarom vertel ik dat? Omdat reeds gedurende lange tijd, ik geloof ergens in de loop van vorig jaar, werd mij plots een stuk uit een vorige leven, waarbij ik als hoge priesteres in Lemurië er toen bewust voor gekozen heb om eigenlijk onder te gaan met de bevolking.
Dus als hoge priesteres wist ik heel goed wat er ging gebeuren en wat er aan de hand was. En wist ik dat Lemurië ook ging ten onder gaan aan de zaken die zich op dat moment in het collectief aan het afspelen waren. En als hoge priesteres, en ik was niet de enige die dat gedaan heeft, we waren met verschillende, besloot ik om eigenlijk mee te gaan en dus eigenlijk op het eiland te blijven, in Lemurië te blijven, bij de rest van de bevolking. Om eigenlijk met als grootste doel de karmische lasten die collectief zouden ontstaan door de teneergang, door het sterven van zoveel mensen tegelijkertijd, om eigenlijk die collectieve lasten te gaan verminderen. Omdat op dat moment heel veel enorme angsten vrijgekomen zijn. Niet alleen dat, mensen voelden zich op dat moment ook afgescheiden van de bron. Van God, waren ook heel kwaad op God, omdat ze zich in de steek gelaten voelden. En dat is hetgeen dat we nu ook zien die getriggerd wordt. Dus een trauma die toen eigenlijk ontstaan is, wordt nu eigenlijk ook weer sterk ervaren door heel veel mensen. Want ook nu merk je enerzijds die hele lage energieën van angst. En daaruit het voortvloeiende gedrag, zoals het hamsteren en elkaar bang maken en paniek denken en doemdenken enzovoort. Maar anderzijds zie je ook een hele vlaag, een hele beweging ontstaan van hogere energie in de vorm van zorgzaamheid, empathie, liefde, er zijn voor elkaar, elkaar helpen enzovoort meer. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat toen in de tijden van Lemurië gebeurd is. Eigenlijk probeerden we op dat moment. En dan ikzelf als hogepriesteres, om de negatieve energieën die op dat moment ontstonden en in ja, de etherische wereld aanwezig was, om die eigenlijk een stukje te neutraliseren met de hogere energieën. Nu, op dit moment maakt dat er eigenlijk collectief een soort van stilstand komt. Iedereen ja, wordt eigenlijk een stukje stilgezet. Waarom? Omdat nog te veel mensen hadden geen tijd. Of nog energie, om de hogere energieën die sinds begin van dit jaar en eigenlijk eind 2019 naar de aarde gestuurd worden om die te integreren in hun lichaam. Ook al zien we niet in de realiteit wat er eigenlijk in de hogere realms energetisch gezien gaande is, weten dat er op dit ogenblik ook veel wordt verschoven op energetisch vlak. En zoals ik eerder al zei, zijn we eigenlijk massaal van de matrix in 3D aan het verschuiven naar een level in een hoger bewustzijn. Zo een hoger bewustzijn van 5D, maar daar stopt het niet. We gaan evolueren eigenlijk altijd maar verder en verder. En daarom wordt er collectief op dit moment heel veel emotionele ballast en heel veel trauma's getriggerd. Want enkel op die manier kunnen die trauma's en die ballast naar boven komen om geheeld te worden. Want zolang dat we vastzitten in het systeem en in die ratrace blijven lopen, maken de meeste mensen geen tijd, hebben ze energie, of besteden ze eigenlijk energie, of maken ze energie vrij om te healen, om te transformeren, om eigenlijk naar zichzelf te gaan kijken en dezelfde vraag te stellen van, wat maakt dat ik op dit moment niet gelukkig ben? Wie ben ik eigenlijk? En wat kom ik hier eigenlijk doen? De meeste mensen willen eigenlijk gewoon constant afgeleid en geleefd worden. Want dat is iets dat ze kennen en dat is iets die veilig is. En dat nu worden al die prikkels, of toch heel veel en altijd maar meer en meer, heb ik de indruk, ook ontnomen. Zoals sociaal contact wordt in grotere groepen werd uiteindelijk verboden. Omdat we net nu allemaal die weg naar binnen mogen gaan. Want uiteindelijk het evolueren naar een hoger bewustzijn en het gaan van de 3D naar de 5D en hoger, gaat eigenlijk gewoon over het feit dat we de weg naar liefde lopen. We keren terug naar liefde. En zolang dat je vastzit in de reis van elke dag en alle to-do's van elke dag, dan heb je geen tijd om daarmee te verbinden. Dan maken de meeste mensen daar ook geen tijd, tenzij dat ze gedwongen worden. En dat is hetgeen wat natuurlijk nu massaal gebeurt. Je wordt eigenlijk het donker ingestuurd, je wordt eigenlijk gepusht om het donker in te wandelen, enkel maar en alleen om jezelf terug te vinden. En uiteindelijk de grootste reden daarvan is eigenlijk gewoon omdat je volwassen zou worden. Tijd om de waarheid te gaan ontdekken, tijd om de waarheid te kennen. Want uiteindelijk is het enkel de waarheid
die jou de vrijheid zal geven waar je ziel zo hard naar verlangt. En ik weet niet of je het gezegde kent, maar het gezegde is van het is altijd het donkerste voor de helderste dageraad. Wel, dat is ook hetgeen waar wij nu massaal aan het door aan het gaan zijn. De donkere nacht van de ziel voor de mensheid zou je het kunnen noemen. Voor de mensen vooral die nog niet wakker waren. En als je het grotere plaatje ook nog meer en meer bekijkt, dan ga je ook gaan zien dat ondertussen de aarde de kans kreeg om zichzelf te gaan helen. Waar dat er tot voor kort heel ook wat rampscenario's waren en niet zo goed positief nieuws was over de gezondheid van de aarde, kreeg hij de kans om weer zichzelf te helen. Er zijn ook heel veel mensen die tijdens meditaties ook liefde en helende energie sturen naar de aarde en daarmee eigenlijk niet alleen de aarde beïnvloedt, maar ook eigenlijk al zijn bewoners. Dus ook alle zieken die eigenlijk nu op dit moment geconfronteerd worden met het virus. Niettemin gebeurt er ondertussen ook heel veel of heel wat healing in het emotionele en het mentale lichaam. Dus fysiek worden we stilgezet, maar waarom? Omdat er plaats, tijd en ruimte vrij zal zijn om het emotionele en mentale lichaam te zuiveren, blokkades te transformeren en zodanig dat eigenlijk alles in je leven kan verschoven worden om je uit te lijnen met je zielsmissie. Met de enige en echte reden waarom dat jij hier op dit moment op de aarde bent. En natuurlijk, als je nog niet op het pad van bewustwording en spiritualiteit aan het lopen was, ja, dan is dat heel beangstigend. En de mensen die al reeds voorgegaan zijn, die weten heel goed wat je doormaakt, wat je tegenaan loopt. Maar het is niet nodig om jezelf te verdedigen of je te beschermen. Hetgeen wat we nu doorgaan is eigenlijk iets waarvoor dat we hier naar de aarde gekomen zijn. Het is iets die vastzit in ons systeem. En alles wat er nu gebeurt, is ook voor ieders hoogste goed. Ja, ook voor degenen die sterven, door welke reden dan ook. Want er zijn mensen die ook sterven op dit moment, maar die niks te maken hebben met dat virus. En dat is enkel en alleen omdat de ziel ervoor gekozen heeft om niet mee te groeien naar die hogere energieën. Waarom? Wellicht omdat die ziel nog meer ervaring wenst op te doen in de 3D-wereld. Maar deze wereld is aan het veranderen naar een 5D-wereld, of is eigenlijk al veranderd naar een 5D-wereld, en is altijd maar hoger en hoger in de energie aan het gaan. En die zielen willen nog meer leren over dualiteit, en zijn eigenlijk nog niet klaar om naar eenheid te groeien, wat wij, de mensen die wakker zijn, wel voor gekozen hebben. Verder werd er mij ook nog verteld door mijn gidsen, dat niet alleen de mensen die niet wakker zijn getriggerd worden, maar ook de mensen die bezig zijn met spiritualiteit, maar zoals ik het vaak noem, op een hete wollen sokken manier. Of ongegronde spiritualiteit. En die wordt eigenlijk op dit moment ook helemaal door elkaar geschud. Want, waarom? Het is pas wanneer je eigenlijk je lagere energieën en je hogere energieën of je hogere kanaal en lagere kanaal verbonden zijn. Dus wanneer je gronding goed is met de aarde en je kanaal naar, dus je verbinding met je hogere zelf en de bron open is, dat je echt die ware spiritualiteit zal kunnen ervaren en kunnen belichamen. Want uiteindelijk, ware spiritualiteit is eigenlijk niets meer of niets minder dan je ware essentie, dus je ziel, de energie, de trilling van je ziel gaan herkennen en die gaan belichamen, waardoor dat je jezelf kan realiseren in deze incarnatie. Dus je hebt wellicht al gelezen dat we eigenlijk op dit moment bezig zijn met onszelf te gaan realiseren in dit leven. En wel, dat is eigenlijk gewoon maar eigenlijk jouw meest authentieke zelf. Dus de trilling van jouw energie en daarmee jouw gaven en talenten gaan tonen aan de wereld. Gaan vormgeven in producten, in diensten, in schilderijen, in het schrijven van boeken. Het maakt niet uit wat dat is, maar iets wat echt jouw passie is. En daar gaan wij nu, de komende jaren, met ons allen eigenlijk naartoe gaan groeien. Dat we eigenlijk meer en meer vanuit onze gaven en talenten gaan leven, zodanig dat we allemaal het droomleven kunnen hebben zoals dat we echt willen. En dat we niet alleen werken in een bedrijf voor de droom van iemand anders, maar dat we werken aan onze eigen dromen. En dat kan zijn dat je werkt in een bedrijf van iemand anders. Als dat inderdaad iets is dat bij jou past en dat goed voor jou voelt, dan blijf zeker doen wat je verder doet. Maar als je voelt van nee, er is iets anders voor mij weggelegd, dan is dit nu de ideale tijd om met jezelf stil te gaan zijn en te gaan zitten met jezelf in gesprek te gaan van oké, dit is waar dat we nu staan. Nu is eigenlijk het resultaat van al de keuzes die ik gemaakt heb in mijn verleden, maar is dit eigenlijk wel het leven dat ik verder nog wil hebben?
Dus stel jezelf die vraag. Verder kreeg ik nog mee van mijn gidsen dat eigenlijk ook heel veel aan het gebeuren is rond de goddelijke mannelijke en de goddelijke vrouwelijke energie. Het is te zeggen, de laatste jaren werd die goddelijke vrouwelijke energie weer meer en meer in ere hersteld. Ondanks het feit dat er nog heel veel mensen zijn die vastzitten in die vervormde mannelijke energie, hoewel dat op zich geen probleem is, want ook zij gaan die weg naar de goddelijkere energie lopen. En dat heeft ook niks te maken met het geslacht, want of je nu man of vrouw bent qua geslacht, beide bezitten we eigenlijk die energieën. En de komende jaren zullen ook meer en meer mensen leren om beide energieën te gaan balanceren, gaandeweg terwijl ze eigenlijk op dat van bewustwording lopen. En dan gaan we eigenlijk polariteit gaan balanceren. Waarom? Omdat je eigenlijk de mannelijke energie stukken uit het systeem haalt zoals dat we nu kennen, door de vrouwelijke energie te gaan omarmen en door beide energieën te zien als evenwaardig. Waardoor dat we eigenlijk de bestaande templates rond wat is vrouwelijk, wat is mannelijk, wat is vrouwelijke energie, wat is mannelijke energie, op welke manier moet je reageren, op welke manier moet je gaan leven en nog zoveel veel meer, die kunnen eigenlijk gaan veranderd worden. En die polariteiten gaan ook meer en meer in balans gebracht worden, naarmate ook meer en meer dat eenheidsbewustzijn gaan verankeren. Want uiteindelijk, in alles zit er een negatieve en een positieve pool. Zelfs in liefde, waar we eigenlijk allemaal terug naartoe aan het keren zijn, zelfs in liefde kan je deze positieve en negatieve pool gaan ervaren. Denk maar aan afhankelijkheid, verlatingsangst. Eigenlijk alle voorwaarden die gekoppeld zijn aan liefde, die komen eigenlijk voort uit oude templates, verwachtingen, uit trauma's en zo meer. Echter, ware, onvoorwaardelijke liefde, die kent al die voorwaarden niet, die kent ook geen afhankelijkheid, ook geen verlatingsangst, want dat is verbonden met die eenheid. En natuurlijk, als je weet dat je verbonden bent met alles en iedereen om jou heen, dan zal je je ook niet meer verlaten en alleen of afgescheiden gaan voelen. Ik zei het al, we zijn eigenlijk ons aan het uitlenen. Met de liefde van het universum, met de energie van het universum, wat eigenlijk onvoorwaardelijke liefde is. En wist je eigenlijk dat liefde ook een soort geheime lichttaal is? Nu, kijk eens wat er mogelijk is wanneer je leeft vanuit deze hoogtrillende energie. En daarom zeggen ook mensen van kies altijd voor liefde en niet voor angst. Uiteindelijk, je ware aard. Wie dat je echt werkelijk bent, diep van binnen, jouw energie, is liefde. Liefde en eenheid. En vandaar dat we ook allemaal terug gaan groeien naar dat eenheidsbewustzijn. Want we zijn het allemaal vergeten. Dus, ik heb het al in het begin gezegd en daarnet ook nog eens. De weg die we nu mogen gaan, of die we aan het gaan zijn, is de weg terug naar liefde. Maar natuurlijk, dat betekent dat alles die niet in lijn is met liefde, dat we die eigenlijk moeten loslaten en eigenlijk mogen transformeren. Maar doordat we vergeten zijn wie dat we zijn, moeten we dus natuurlijk eerst terug in het donkere gaan stappen om onszelf terug te gaan vinden. Nu hoor ik je al zeggen van hoe begin ik daar nu eigenlijk aan, zeker als je nieuw bent op vlak van bewustwording. Wel, eerst en vooral is het belangrijk om te kiezen welk leven dat je wenst. Wil je een zwaar leven, een leven in angst, een leven met bedrog, met verlatingsangst met macht en controle? Of wil je een lichter leven waarin dat die eenheid, die harmonie, empathie, hetgeen wat eigenlijk de beweging dat je nu een beetje merkt ziet ontstaan, wil je zo leven? Dus dat is het eerste. Welke keuze wil je? Welk leven wil je? Eerst moet je dat heel helder hebben voor jezelf. En dan stel jezelf de vraag: wil je vrij breken? Wil je uitbreken uit die matrix van de 3D-wereld? Uit het systeem dat we kenden. En eigenlijk kun je er nu ook al reeds een stukje van proeven van hoe dat het zou kunnen zijn. Dat bedoel ik niet met al die sterfgevallen en de ziektes en zo, maar wel hetgeen dat ernaast ontstaat als tegenbeweging. Want er is geen licht zonder donker en er is geen positief zonder negatieve pool. Dus stel jezelf de vraag: wil je vrijbreken uit je eigen beperkingen? En wil je inderdaad in die VFD-wereld, in de VFD-bewustzijn gaan leven, waarin dat er eigenlijk geen beperkingen meer zijn, maar alles wat je kan bedenken mogelijk is. Want uiteindelijk, de matrix, zoals dat ze dat zeggen, is eigenlijk een zelfgeweven web van beperkingen, van trauma's, van kwetsuren,
van patronen en systemen dat we gewoon geërfd hebben en klakkeloos hebben overgenomen, zonder na te denken. Dus stel jezelf de vraag van wat wil je nu? Nu is de tijd om het anders te gaan aanpakken, om alles anders te gaan bekijken. Vervolgens, als je je keuze gemaakt hebt, focus dan op het nu. Werk door je angsten heen, zodat je eigenlijk al de illusies die nog in jouw leven zijn, achter jou kan laten. Zodat je heel eerlijk en open bent met jezelf en weet wie dat je bent en waarvoor dat je staat. Wees eerlijk met jezelf en vraag jezelf ook af van wat er eigenlijk jou nu die ware emotionele vervulling brengt in jouw leven. Je zou kunnen zeggen van als je alles zou kunnen veranderen in je leven, hoe zou je leven er dan uitzien als er op dit moment geen beperkingen zijn en alles is mogelijk? Je hoeft geen rekening te houden met regels en wetgevingen en hoeveel dat allemaal zou kosten. Je kan gewoon het leven vormgeven zoals jij het wilt. Hoe zou je leven er dan anders uitzien? En overdenk ook niet wat je kan gaan veranderen, maar focus op datgene waar je wel controle over hebt. En dat is eigenlijk gewoon ook wel een praktische tip dat ik wil meegeven. Focus op hoe dat jij je voelt. Focus op hoe dat je denkt, want daar heb je controle over en kan je gaan sturen. En focus op de stappen die je kunt zetten. Wat is de eerste kleine stap die je kan zetten richting je droomleven, richting het veranderen van jouw leven? En verder, gaandeweg dat je verder stappen en stappen zet, ga je inderdaad geconfronteerd worden met je eigen schaduwkanten en je eigen donkere kanten. Maar werk dan aan je eigen stukken. Focus niet langer op stukken van iemand anders. Focus op je eigen stukken. En transformeer de blokkades in je eigen emotionele en je eigen mentale lichaam, zodanig dat je nog meer, elke dag meer en meer in jouw kracht, in je eigen kracht kan gaan staan. Laat alle verwachtingen los rond hoe dat iets zou moeten verlopen. Ten aanzien van partners, ten aanzien van werkgevers, maar weet en besef dat je zelf de leider bent in jouw eigen leven en dat je zelf de verantwoordelijkheid hebt om je leven vorm te geven. En verder, laat het los. Ga mee in de natuurlijke flow van het leven, want nu is het moment, nu is jouw leven. Niet binnen 3 weken, niet binnen de 6 maanden en ook niet 2 of 3, 4, 5 jaar terug. Nu is jouw leven. En wat wil ik je nog meegeven? Onthoud dat, en voor mij was dat eigenlijk een mooi inzicht, een soort van oogopener op weer hoe diep dat we soms vastzitten. Wanneer je nog probeert controle te houden, op gelijk welke manier dan ook, weet dan dat dat het tegenovergestelde is aan vertrouwen. Want wanneer je volledig vertrouwt, dan geef je jezelf volledig over aan het grotere plan. Ga je eigenlijk een stukje berusten in het feit dat je iets niet weet. En ga je aanvaarden dat je slechts ook 1 stap per keer moet weten. Het enige dat jij nu hoeft te weten is wat dat jouw volgende stap zal zijn. En op dat ogenblik zal de volgende stap ook weer duidelijk worden. Zeker als je meer en meer de tijd neemt om stil te zijn, om te mediteren, om je gevoelens en gedachten neer te schrijven in een dagboek of in een bullet journal of zoiets. Maar vooral vertraag. Ga niet meer mee in die hele snelle ratrace, kan ik het eigenlijk noemen. De race van dat moeten we doen en dat. Lief niet meer op de klok. Probeer je eigen ritme zo goed en zo kwaad mogelijk te vinden en te gaan zoeken. En begrijp wat dat je gevoelens jou willen zeggen. Want de gevoelens is eigenlijk de taal van je ziel. En hoe meer dat je jezelf leert kennen en jezelf leert lezen, hoe meer dat je meester wordt over je mind, over je emoties en ga je wereld eigenlijk op een andere manier gaan bekijken. En ik weet, dat is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als het gaat over het ontdekken van je eigen schaduwkanten. Want daarom zijn ze net schaduw, omdat ze voor jezelf niet duidelijk zijn. Maar gebruik elke situatie, elk persoon die jou triggert, of die jou frustreert, of die jou verdrietig maakt, gebruik die om eigenlijk naar jezelf terug te keren en te vragen van oké, wat wil deze situatie mij nu leren? Wat heb ik hier nu aan te kijken en te helen? Nu, mocht je daarvoor ondersteuning nodig hebben of hulp nodig hebben, of wil je inzichten om te weten van waar je klanten, nieuwe klanten, maar je klachten vandaan komen, dan nodig ik je altijd uit om een reading, channeling of transformatiesessie te boeken.
Ik weet, op dit moment mogen we natuurlijk niet heel dicht samenkomen, maar ik werk ook online via Skype of WhatsApp call of Facebook video call of hoe heet dat ook. Dus er zijn genoeg mogelijkheden om verder te werken aan jezelf, mocht je dat inderdaad willen. En dan zet ik je zoals altijd heel graag weer op weg. Nu, probeer het beste te maken van onze quarantaine en onze momenten in stilte. Onthouden dat ik u verteld heb. En dan komen we er allemaal weer beter uit. Dus hou je sterk en geniet van het mooie weer. En tot in de volgende video. Dag!